Welkom bij Spellen Zolder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Violet en de Grumpy Nissen, uitgegeven door AG Games. Het is een twee-speler slagenspel waar je een 20 tot 30 minuten mee bezig bent. En dit is een slagenspel waarbij één speler in de huid kruipt van Violet, een avontuurlijk meisje wat allemaal spannende dingen wil beleven in de wijde wereld. En de ander in de huid van Torek, en dat is iemand die grumpy, narrig is. En die probeert eigenlijk het avontuur van Violet zo miserabel mogelijk te maken. Onderweg probeert Violet haar angsten te overkomen om uiteindelijk bij haar vriend de trol Ordek aan te komen Torek gaat proberen haar licht uit te blazen of haar met haar angst te confronteren zodat ze die reis niet weet te voltooien. En dat doen we dus door slagen te spelen op een bijzondere manier. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er precies in het doosje zit. Het spel is bedacht door Pedro Pereira en wij krijgen de spelregels in het Engels met het introductieverhaaltje nog wat uitgebreider. En de regels zelf zijn prima opgezet met duidelijke voorbeelden en een index van alle verschillende iconen en symbolen die je tegen gaat komen. Verder krijgen wij een turn resolution flowchart die ik iets te uitgebreid vind voor mijn persoonlijke smaak. Maar als je het eenmaal speelt valt het reuze mee. Het speelbord waarover de reis gaat plaatsvinden met erop de verschillende sporen, het angstspoor, de route die afgelegd wordt, de lantaarn die we gebruiken om ons pad bij te lichten. We krijgen de verschillende fiches voor de Torek-speler, de pionnen en lichtbundels voor de verschillende tracks en de kaarten waarmee we de slag gaan spelen. Dat is wat er in het doosje zit. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Eén speler kruipt in de huid van Violet, de andere speler wordt de Torek-speler. We hebben de Violet-pion die aan het begin van het pad staat, de Angst-pion aan het begin van dit pad, de Lantaarn-pion. En op de startpositie, of eigenlijk het eerste veld van elk van de vier verschillend gekleurde routes, komt een licht-token. Aan de bovenkant, bij de hoekjes, komen deze Advantage tokens en tot slot krijgt de Torek speler drie van deze fear tokens die hij zelf mag bekijken en plaatsen in een volgorde naar keuze. Dus die mag daar al een stuk van zijn of haar tactiek gaan voorbereiden. Die tokens doen van alles en nog wat, wat de Torek speler natuurlijk helpt. Dan gaan we de 36 kaarten schudden. We leggen er vier open in de markt. De Violet-speler mag kiezen wie als eerste één van deze kaarten mag pakken. En dan om de beurt gaan we kaarten pakken totdat iedereen er vier heeft. Dus als de Violet-speler bijvoorbeeld zegt ik wil zelf beginnen, dan kiest hij één kaart om op hand te nemen. De markt wordt onmiddellijk aangevuld. Dan gaat de Torek-speler er eentje kiezen. De markt wordt weer aangevuld. En zo gaan we door tot uiteindelijk iedereen een starthand van vier kaarten heeft. Het doel van het spel voor de Violet-speler is om haar pion hier op het eindvakje bij het kampvuur te krijgen bij Ordek. En als ze dat voor elkaar krijgt, dan wint zij het spel. Voor de Torek-player is het doel om Violet te laten verdwalen in het woud door ofwel de lantaarn uit te blazen, dus dat deze aan het einde van het spoor komt, of als de angst van Violet de pion van Violet weet te bereiken. Want deze gaat over deze track lopen. En vanaf hier komt hij ook gewoon op het pad wat Violet zelf bewandelt. En als die pion ooit op of voorbij de Violet pion komt, dan heeft Violet verloren. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens een potje gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde spelen we één slag. En afhankelijk van wie de slag wint, Violet of Torek, wordt er iets gedaan. De eerste slag begint altijd met de Violet-speler, daarna de winnaar van de slag. De basis van het slagenspel is eenvoudig. De speler die aan de beurt is, die kiest één van de kaarten. Die leg je voor je neer en de kleur bepaalt wat je nodig hebt om te kunnen winnen. Dus in dit geval wordt er een bruine kaart gespeeld. Dus als de Torek-speler wil winnen, moet hij ook een bruine kaart spelen. En de hoogste waarde is uiteindelijk de winnaar. En dan hebben we het nog niet over de speciale effecten. Maar in ieder geval, als ik hier een 9 neerleg,
en Torek legt een 2 neer, dan wint de Violet-speler deze slag. Zou het andersom zijn, dan wint de Torek-speler. Maar kun je de kleur niet matchen en leg je een andere kleur neer, dan heb je sowieso de slag niet gewonnen in de basis. Dus er wordt bruin gevraagd, maar je hebt of wilt geen bruin spelen. Dan kun je een andere kleur spelen. Maar er wordt altijd gekeken naar de kleur als eerste en dan de hoogste waarde binnen die kleur om te bepalen wie de winnaar is. Dat is de basis van de slagen. Maar tijdens het spel, naarmate, en dan ga ik even wat van deze fiches weghalen voor de duidelijkheid. Naarmate Violet verder beweegt, komt ze op bepaalde paden. Bepaalde vakjes die overeenkomen met een van de 4 kleuren die in het spel zit. En zolang zij op, in dit geval, de groene druppeltjes staat, is die kleur troef. Dus dan betekent het dat als Violet bruin vraagt en Torek speelt een troefkleur, dan is die kleur altijd weer sterker dan de gevraagde kleur. Net zoals in gewone spellen. En als beide spelers troef spelen, dan wordt er uiteraard weer gekeken naar wie heeft de hoogste gespeeld. Dan hebben we nog de speciale eigenschappen. Als je een kaart speelt met zo'n speciale eigenschap erop afgebeeld, dan gaat die af. Tenzij die kleur op dit moment troef is. Dus als ik op deze slag bekijk, Violet vraagt bruin, haar effect triggert. Torek speelt groen. Wat op dit moment de troefkleur is, omdat Violet zich in het groene gebied bevindt. Dus die wint de slag, maar het effect op die kaart triggert niet. Maar we gaan even helemaal terug naar het beginvoorbeeld. Violet vraagt bruin. Ik beken kleur, maar dat is meer omdat ik het effect wil doen. De 9 heeft geen special effect. De 2 wel. Ik mag in dit geval 3 kaarten toevoegen aan mijn hand. Daarna moet ik er 2 terugschudden door het deck. Dus dat geeft me gewoon wat opties. Mochten beide spelers een kaart spelen waar het effect van afgaat, want ongeacht of je nou wint of verliest, de effecten op de kaarten gaan af. Tenzij we dus troef spelen. Mochten er meerdere effecten tegelijkertijd gaan, dan gaat de sterkere kaart altijd boven de zwakkere kaart. Maar wat gebeurt er? Als Violet een slag wint, dan gaan de kaarten, nadat alle effecten zijn afgehandeld, naar de aflegstapel. En dan mag Violet ervoor kiezen om ofwel 1 stapje te lopen, en dat kost 1 lantaarn, of ze mag ervoor kiezen om niet te bewegen en haar lantaarn aan te vullen. Dan krijgt ze weer 1, 2, 3 stapjes terug op het lantaarnspoor. Dat zijn de 2 opties voor Violet. Mocht het andersom zijn, Violet speelt deze en Torek speelt deze. Als Torek de slag wint, dan beweegt Violet 1 stapje. Maar dan kost het 2 lantaarnetjes. Plus de slag die gewonnen is door Torek gaat naar de eerste positie. Mocht daar al een slag liggen, dan wordt die slag omlaag geschoven en komt de slag op deze eerste positie en ligt dus ook om 2. Mochten ze allebei vol zijn, dan gaat er een slag afvallen op het moment dat er een derde slag naar binnen gaat. En de slagen die er afvallen, die gaan de angst verplaatsen. En de angst verplaatst een aantal stapjes gelijk aan het verschil tussen de 2 getallen. Dus in dit geval een 9 en een 2 betekent dat er 7 verschil tussen zit. Wat betekent dat de angstpion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stapjes loopt. Daarbij kijk je ook nog of de lantaarn op of voorbij deze positie is of op of voorbij deze positie, want dan komt er nog 1 of 2 stapjes bij. Elke keer als hij voorbij een vakje komt met zo'n fiche, dan krijgt hij dat fiche. Als er op dat fiche een klokje staat, dan betekent dat dat het tegeltje ingezet mag worden op een moment van de Torek-spelers keuze. Als er uitroeptekentjes op staan, dan wordt het effect onmiddellijk toegepast. Maar nadat de spelers de slag hebben afgehandeld, de effecten van de kaart eventueel hebben afgehandeld, komen we bij de laatste stap van een beurt en gaan de spelers een nieuwe kaart kiezen. Degene die de slag gewonnen heeft, mag als eerste 1 kaart uit het aanbod kiezen en die op handen nemen. Daarna wordt eerst de markt weer aangevuld en kan de andere speler een kaart uit het aanbod kiezen en op handen nemen. En wordt de markt weer aangevuld. En dan begint de volgende ronde met de speler die de laatste slag gewonnen heeft.
En zo spelen we ronde na ronde. Nou, dan zijn er nog een aantal bijzondere dingen. Allereerst deze lichtbakens. Normaal gesproken, als de Violet player een slag wint en een stapje doet, dan kost dat 1 lamp. Punt. 1 lantern point. Maar als je een stapje doet naar een vakje met zo'n schijfje, dan hoef je dat niet te betalen. Als tenminste het stapje gedaan wordt omdat de Violet speler de slag wint. Als Torak de slag wint, dan is het gewoon 1 stapje, het schijfje verdwijnt, hoe dan ook. Maar dan kost het gewoon de gebruikelijke 2 stapjes lantaarn die je moet betalen. Daarnaast, zodra je een nieuw gebied ingaat, krijgt de Torak speler dit fiche. En dat fiche kan hij inzetten om de huidige markt te verversen op het moment dat hij het fiche inlevert. Er staat ook een klokje op, dus die kan hij gewoon bewaren en gebruiken wanneer dat goed doet. En op die manier spelen we vrolijk verder en wint Violet als zij uiteindelijk op het laatste vakje hier terechtkomt bij de troll in het woud om verhalen te vertellen rond het kampvuur. En kan de Torak speler winnen als de lantaarnmarker op het laatste veld komt, want dan gaat de lantaarn uit en dan verdwaalt Violet. Of als de angstmarker op hetzelfde of voorbij het vakje gaat waar Violet staat. Ook dan verliest Violet en wint de Torak speler. Verder, mocht de trekstapel ooit leeg zijn, dan wordt de aflegstapel geschud en vormt een nieuwe trekstapel. En op die manier wordt Violet en de Grumpy Nissen gespeeld. Het thema van Violet en de Grumpy Nissen vind ik heel erg leuk gedaan. Het avontuurlijke jongere meisje wat door het spannende woud beweegt en van alles en nog wat meemaakt. En tegelijkertijd geconfronteerd wordt met haar eigen angsten, of in ieder geval daarvoor weg probeert te lopen. En vasthoudt aan het lichtpuntje wat ze met zich meedraagt. Dat zit gewoon heel leuk in elkaar. En de vormgeving van het spelersbordje en de verschillende kaarten die helpen toevoegen aan het fantasierijke, het avontuurlijke thema in alle eenvoud. Aan de andere kant het mechanisme 1 tegen 1, waarbij je gewoon simpel slagen speelt, maar ziet wat de andere spelers uit de markt pakken en toevoegen aan hun hand. En daar, als je een beetje oplet, rekening mee kan houden, maakt dit een spannend spel. En daar zit ook gelijk de extra laag in, want de eigenschappen op de kaarten zijn de manier om geheime informatie te krijgen of net het spel een twist te geven, zodat het jouw kant op rolt of dat je iets klaar gaat zetten voor een volgende ronde. Want als Torak zul je soms best moeite hebben om slagen te kunnen winnen. En als je slagen wint, dan zal de Violet-speler proberen het verschil tussen de twee waardes zo klein mogelijk te maken. Want dat betekent dat je een minimaal aantal stapjes mag bewegen op de angsttrack op het moment dat die slag van die rij afvalt. En dat maakt de manier waarop slagen gespeeld worden net weer even op een andere manier heel interessant. Daarnaast heb je nog de verschillende gebieden waarin de kleur troef is. Je hebt de kleine bonusjes die je kunt krijgen als Violet, als je bijvoorbeeld op zo'n lichtvakje staat. En ook als Violet-speler moet je kiezen: als je een slag wint, ga je vooruit, kost een beetje lantaarn, of blijf je staan en vul je lantaarn weer bij. Ga je dan op een gegeven moment voor die eindsprint, hopende dat je hem net haalt. Want hoe verder je in het spel komt, hoe groter de kans is dat de angsttrack dichterbij en sneller ook dichterbij gaat komen, is mijn ervaring. Dat zijn hele leuke afwegingen die gestoeld zijn op het simpele speel een kaart, tegenstander speelt een kaart en de hoogste kaart wint. En dat vind ik heel erg sterk aan het spel. Het slagenspel op zichzelf, waar ik fan van ben, zit hier heel goed in en geeft je een aantal interessante keuzes waar je steeds mee aan het wikken en wegen bent, zowel als de Violet speler als de Torak speler. En daarbij heb je een aantal vormen van manipulatie. Voor de Violet speler zijn dat met name de eigenschappen op de kaarten. En voor de Torak speler zijn dat de angstfiches en de gebeurtenisfiches die je tussentijds krijgt en die je kleine bonusjes geeft. Als je die op het juiste moment kan inzetten, dan is daar maximaal punten uit te scoren. Maar ook de manier waarop jij, als je een slag wint, het liefst een slag wint met een gruwelijk verschil ertussen.
Want ja, dat betekent dat je ook enorme stappen mag maken met het angstspoor. En die gelaagdheid vind ik heel erg tof. En daarnaast, het thema spreekt me ook enorm aan. Je wilt avontuur beleven, maar daar is natuurlijk altijd een stukje spanning in. Een avontuur is leuk zolang je het allemaal kan zien. Maar als het donker wordt, ja, dan wordt het misschien toch wel een stuk minder leuk avontuur. En die relateerbaarheid daarin vind ik ontzettend tof gedaan en een daadwerkelijke toevoeging aan het slagenspel zelf. Er zit gewoon echt een leuk gevoel bij wat mij betreft, naast gewoon kijken hoe je listig een slag te pakken kan krijgen. Dus het thema en het mechanisme zijn in mijn optiek ontzettend goed met elkaar verwoven. En dat alles bij elkaar maakt Violet en de Grumpy Nissen tot een interessant slagenspel met een leuk mechanisme met wat uitdagende manieren waarop elke partij probeert de slagen te winnen en op welk moment en wat ze daar dan vervolgens mee doen. En een fantastisch verwoven thema daardoorheen. En dat is iets wat ik enorm kan waarderen. De regels zelf zijn niet optimaal. Sommige dingen hadden net even wat zuiverder uitgelegd kunnen worden. En ik blijf het leuk vinden dat de flowchart van de turn resolution uitgebreider is dan wat een gemiddeld 40-koppig bedrijf heeft aan flowcharts. Maar dat neemt niet weg dat het in de basis niet enorm complex is. Alleen veel opties biedt en dat alles bij elkaar maakt dat ik dit spel absoluut kan aanraden voor twee spelers, liefhebbers van slagenspellen. En daarom krijgt het van mij in ieder geval een 8. Spellen zolder.